ver, heel ver hier vandaan, aan het eind van de regenboog, die je wel kunt zien, maar heel moeilijk kunt vinden, ligt de geweldige, toverachtige, kleurrijke wereld van de Jellybees! Leuk dat jullie er zijn. De Jellybees wachten op de jellytrein. En die is zoals altijd weer te laat. Oh, Korrel zegt dat ze de trein hoort. Eindelijk. Naar de jellygrotten, alsjeblieft. Zijn we er al? Dit zijn de jellygrotten niet. Oh, ik begrijp het. De trein heeft pech en kan niet verder rijden. Bouncy zegt dat ze dan maar naar de jellygrotten moeten lopen. Want daar krijgen ze donuts en limonade als middageten. En dat wil Bouncy niet missen. Wacht even, Bouncy. Korrel zegt dat hij niet zomaar kan weglopen. Als iets kapot is, moet je het proberen te maken. Rustig maar, Bouncy. Duffy zal echt niet alle donuts opeten. Vooruit, laten we gaan kijken wat er mis is met de arme jellytrein. Misschien is er iets mis met de wielen. Heb je alle wielen nagekeken, Danny? Eens denken. Sommige treinen rijden op dieselolie. Andere treinen rijden op elektriciteit. Maar welke brandstof heeft de jellytrein nodig om te kunnen rijden? Jellygelei natuurlijk! En jellygelei haal je uit het jellymeer. Dan moeten ze die halen met een ander voertuig. Met een jellycopter. Of met Amber's luchtballon. Of met Danny's boot. Nee, niet Danny's boot. Wat is er nog meer? Bouncy's botsauto! Natuurlijk! Bouncy roept zijn botsauto op. Die werkt op een afstandsbediening. Dat is reuze handig. Dag, Bouncy. Kom zo gauw mogelijk terug. Zo, Bouncy. Dat is meer dan genoeg jellygelei. Goed gedaan, Jellybees. Instappen! Zijn er. Sorry dat we te laat zijn, Duffy, maar dat is een heel verhaal. Je hebt toch niet alle donuts opgegeten, hè? Oh, Duffy. Oh, heb je echt alle donuts opgegeten? Wie gaat er vandaag dag zwaaien? Dag Amber. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Kom eens kijken in de wereld van de Jellybees.